Goedendag dames en heren, welkom bij deze informatieve video die we gaan geven over de trainingen die we aanbieden bij Spreek, want dat zijn er nogal wat. Mijn naam is Laurien Verstraten en ik geef spreken in het openbaar en zelfverzekerd presenteren voor de camera en zo ook de cameratraining voor gevorderden. En naast mij zit Lindy Bremer, ook docent bij Spreek. Je mag zelf even vertellen welke trainingen jij geeft. Ja, ik geef ook de Spreek in het openbaar training, maar voornamelijk de Spreekangst Masterclass en daarnaast de presentatietraining voor jongeren. Dus dat zijn eigenlijk de drie trainingen waar ik voor verantwoordelijk ben hier bij Spreek. Leuk. Ja, want misschien denk je, ik kan wel een presentatietraining gebruiken, maar ik zou niet weten welke training precies bij mij past. Nou, en daar gaan we het vandaag over hebben, om je een beetje wegwijs te maken in de diverse trainingen en welke nou het beste zou aansluiten bij uw behoeften. Ja, laten we beginnen denk ik met drie de grootste trainingen die we eigenlijk het meest en populairste bij ons zijn. Dat zijn de Spreken in het Openbaar, de Spreekangst Masterclass en Presenteren als een Leider. Dus ik denk dat het handig is, Laurien, als we daarmee starten. Dat lijkt me een heel goed idee. Want zou jij eens kunnen uitleggen aan de kijkers, wat is nou het grote verschil tussen die drie? Ja, nou, ik denk dat degene die dichtst bij elkaar liggen zijn de Spreken in het Openbaar en de Spreekangst Masterclass. We krijgen ook regelmatig telefoon hier op kantoor van, hey, waar doe ik nou goed aan? Mm-hmm. Nou, en wat je ziet is dat we bij de Spreekangst Masterclass echt heel erg laag beginnen. In die zin, dat ja, de naam zegt het al, de spreekangst is aanwezig. Dus je veilig voelen voor een groep, überhaupt verbinding maken met het publiek, dat is gewoon echt een enorme uitdaging. Daar komt direct een soort van error, een blokkade optreden, en die gaan wij in eerste instantie verhelpen. En pas dan gaan we eens kijken naar, hey, hoe vertel je dat verhaal voor een publiek? En als je dan kijkt naar de instap van een Spreken in het Openbaar training, dan is dat eigenlijk direct van, hey, oké, hoe gaan we dat verhaal duidelijk overbrengen en communiceren? Dus daar geven we niet zoveel aandacht aan van dat veilig voelen en hoe je mag gaan kijken. Dat is daar zit echt het grootste verschil. Maar dus als je echt spreekangst hebt voor een publiek of voor een camera of überhaupt angst hebt om te praten, dan is het gewoon fijn om eerst te beginnen met spreekangst. Ja, kijk, en ik ben zelf niet zo van het label spreekangst. Want wij geven absoluut geen aandacht aan het woordje angst. Wij zijn juist heel erg bezig met wat wil je. En je doel is om een boodschap helder over te brengen op het publiek. En niet om je zelfverzekerd te voelen voor een groep. Daarom sta je er niet. Mm-hmm. Dus ik vind ook de benaming, we hebben het een naam gegeven, Spreekangst Masterclass. Zodat jij je erin kan vinden. Hè, wat hoort daar nou bij? Mm-hmm. Die brok in je keel, die knikkende knieën, opeens totaal niet meer weten wat je wilt gaan zeggen. Ja. Die slapeloze nachten van tevoren voor een presentatie. Ja. Ja, en als je je daarin kan vinden, dan zou die training beter aansluiten. Dan kan je het beste beginnen met een Spreekangst Masterclass. En ja, waarom het woord masterclass? Is het een iets wat je één op één dan doet? Of met een groep? Nee, het is nog steeds in een groep. Ja. Het is denk ik wel echt een zo'n verfijnde training. Het heeft zoveel verschillende facetten. Dus ook het stukje breingedeelte. Hoe denk je over jezelf? Wat voor mindset komt erbij kijken? Wat wil ik heel graag? Maar wat voor mindset? Gaat dat dan ook een beetje naar mindtuning? Wat we eigenlijk ook hierbij spreken en mindtuning aanbieden? Ja, goede vraag, Laurien. Inderdaad. Bij mindtuning helpen we mensen met diverse angsten. Nou ja, en spreekangst is natuurlijk een sociale angst. Dat is heel erg de angst wat andere mensen mogelijk van mij zouden kunnen vinden wanneer mm-hmm. je voor een groep staat. Dus daar komt zeker mindtuning bij aan te pas. Want wat je ziet is dat wanneer ze voor een groep staan, de echte zichtbare werkelijkheid op dat moment niet meer doordringt. Dus ze hebben een bepaald horrorbeeld ontwikkeld. Ik zeg altijd tegen de cursisten van, nou, jullie zijn echt fantastische regisseurs in het bedenken van een doemscenario. Van, nou ja, dit kan er allemaal misgaan. En waarschijnlijk loop ik vast of ga ik stotteren. Want dat is in feite wat er in iemands hoofd gebeurt. Er wordt eigenlijk een programmafoutje gemaakt. Er is één keer is het niet goed gegaan en dat is totaal een eigen leven gaan leiden. Ja. En aan ons de taak als trainer en onderdeel van mindtuning, onderdeel van spreek, om die ruis op te lossen. Want wat je ziet is wanneer iemand voor een groep staat en die heeft meestal, wanneer ze hier komen, zijn ze geneigd om lappe teksten uit te schrijven. En echt juist extreem veel voorbereidingstijd aan te nemen. Omdat ze dan denken, dit geeft me houvast, nu kan ik het. Ja.
Dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde wat er gebeurt. Ja. Dus dan komt dat programma foutje om de hoek kijken. Dat is opeens zo van, ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Al die ogen, die vangen mijn blik. En er zijn allemaal individuen die mogelijk iets van mij kunnen vinden. En ik wil aardig gevonden worden. Ik wil bij elke collega in zijn of haar straatje passen. Nou ja, en dan kan je nooit meer je bezighouden met het doel waarom je voor een groep staat. En het doel waarom je er staat is om een boodschap met impact over te brengen. En kan je een tipje van de sluier lichten van wat voor soort oefening er dan in zo'n training te pas komt? Nou, ik denk dat, dat zal jij waarschijnlijk ook kunnen beamen, wat al onze training met elkaar gemeen hebben, is dat wij heel veel aandacht geven aan jouw manier van kijken. Want dat is, hoe maak je verbinding? Wat doen je ogen? Maar wat straal je uit? Dus daar geven we met de Spreekangst Masterclass, met de Spreken in het Openbaar, met eigenlijk al onze trainingen heel veel aandacht aan. Want als jij echt op de juiste manier kijkt, dan reageert je lichaam al zoveel relaxter. Zeker. In plaats van dat je niet waarneemt en je kijkt naar de grond, je komt oplopen. En het eerste wat je doet is, al die ogen, die vangen jouw blik. En nou ja, dan ben je gewoon heel ver van huis. Zijn er veel mensen die door de grond zakken? Nou, die letterlijk zoiets hebben van, Lin, ik wil hier weg. Dit voelt zo onveilig voor me. En dat is gewoon heel, waar ik heel erg op aanga als trainer, is dat je gewoon in 2 dagen tijd, dat we ook wel eens telefoontjes krijgen van, is het mogelijk om van je spreekangst af te komen, waar ik al jaren last van heb, om daar in 2 dagen tijd korte metten mee te maken? En dan zeg ik, nou ja, ik zeg de recensies spreken voor zich, want de reviews die zijn daar en het is gewoon echt mogelijk. Het is in feite als in het echte leven, het om je heen kijken, gewoon het durven communiceren, die open blik, hè? Precies. Ja, en dat is ook, dat vind ik ook misschien wel grappig om mee te geven. Ik zeg ook altijd van, joh, op een gegeven moment gaan wij iedereen herkennen op straat die hier in de praktijk is geweest. Of ze nou bij Mindtuning zijn geweest of bij Spreek. Ja. Want ze lopen gewoon letterlijk anders die deur uit. En heel vaak komen ze op dag 2 en dan zeg ik, nou, hoe gaat het? Ja, ik heb een presentatie moeten geven. En ik vond het gewoon leuk. Ik begin het leuk te vinden. Ja, en dat is zo gaaf. Dat is daar doen wij het voor. Precies. Ja. Precies. Dus dat is de Spreekangst Masterclass. En die duurt dus 2 dagen. Ja, 2 volle dagen. We gaan nog wel steeds met kleine groepjes aan de slag. En meestal met een week ertussen, hè? Ja, dat is gebruikelijk. Ik vind het zelf niet noodzakelijk om te zeggen, joh, direct de week daarna de tweede dag. Dus mocht dat niet lukken in je agenda, is er echt geen man overboord. Want juist heb je meer tijd om nog te implementeren wat je hebt geleerd op dag 1. En om die ervaring juist weer mee te nemen op dag 2. Dus wat mij betreft is dat helemaal geen probleem als daar wat meer tijd tussen zit. Mm-hmm. Dus ik kan me ook wel voorstellen als het ook wel weer fijn voelt dat je met dezelfde cursisten op de tweede dag bent. Daar heb je toch een beetje een band mee opgebouwd. Mm-hmm. Maar wat mij betreft steeds nieuwe mensen, want dan kunnen ze ook weer het echt in de praktijk oefenen hoe het is om weer opnieuw met nieuwe mensen verbinding te maken. Dus ik zou zeggen, des te beter eigenlijk om er meer andere mensen om je heen te hebben. En dan hebben we inderdaad de Spreken in het Openbaar en die geef jij natuurlijk ook. Ja. De instap daarin dus dat je al of regelmatig al een presentatie geeft, of je hebt in ieder geval die communicatievaardigheden, dat het je al wat makkelijker afgaat om voor een groep te staan. Ja, maar ook daar merk ik nog vaak mensen die spreekangst in feite hebben. Hè? Dus hoe ga ik daarmee om? Hoe sta ik voor een groep? Precies, ja, precies. Dus daar behandelen we dat ook, maar daar ligt minder de focus. Ja, ja. Ja, wat ik denk ook heel erg leuk vind hierbij spreken, is dat wij dus ze echt op alle cursisten op het hart kunnen drukken van, hey, met minimale voorbereiding kan jij presenteren. Ja. Sterker nog, in de Spreken in het Openbaar training komt ook echt heel goed naar voren dat ze op een gegeven moment weten, hey, ik kan vanuit improvisatie letterlijk 2 seconden ervoor heb ik nog geen idee waar ik het over ga hebben en vervolgens een dijk van een presentatie neerzet. En dat is gewoon wat voor wondertjes hier gebeuren in de praktijk. Dat is fantastisch. En hoe komt dat nou, hè? Dat je zonder die enorme voorbereiding toch een goede presentatie neerzet. Ja. Want mensen denken vaak, ik moet het helemaal uitschrijven, klopt, want anders vergeet ik de helft. Ik moet een PowerPoint-presentatie hebben, want daar kan ik me achter verschuilen. Klopt. Nou ja, wat daar echt het keerpunt van is dat ze op een gegeven moment leren spreken uit beeld. Dus waar je voorheen heel erg nadacht over exact de juiste woorden, exact de juiste zinsopbouw, exact de juiste volgorde.
gaat dat nu vanzelf, omdat we ze heel erg leren om letterlijk een beeld te vormen van datgene wat ze willen zeggen. En dan is het een kwestie van de informatie ophalen en dat heel levendig, overtuigend overbrengen op je publiek. Ja, en dat is het ook vaak, hè? Het heel levendig overbrengen. Aha, ja. Mensen praten vaak veel te snel, ja, te zacht, klopt, te hoog en ze ratelen maar door. En ze weten zelf niet meer waar ze in het verhaal zitten, omdat ze met hun gedachten al stappen verder zijn. Ja. Maar door juist te visualiseren. Ja, het voor je te zien. Ja, ja, inderdaad. Als je het echt, als je heel helder is, je beeld heel helder is, dan kan je gewoon continu blijven spreken. En dan ook nog met de juiste intonatie. Ja. En dan, als ze dat eenmaal hebben gevoeld, als ze dat hebben kunnen proeven, dan, ja, dan is het een balletje dat aan is en dat gaat gewoon doorrollen. En dan, en dat is denk ik ook wel, en dan komen we een beetje richting de derde training, presenteren als een leider, waar ik het ook graag nog even over wil hebben. En dat is dat je dan echt weet hoe je data om kan gaan zetten in een verhaal. Dus dat ook cijfers, of ook als je een team moet managen, of je moet met collega's spreken, of met, je hebt toch iets meer een leidinggevende functie, of je hebt, nou ja, die energie die je graag over wil brengen op een informele manier, dan is dit echt wel de sleutel van, hoe zorg ik ervoor dat zelfs dat soort informatie blijft hangen. Mm-hmm. En dat iedereen daarmee naar huis kan en daar zijn eigen ding daar wat mee kan gaan doen. Dat is echt wel een verschil. Dus daar zie je vaak de managers en leiders binnen bedrijven? Ja, of degene die zeggen van, ik heb inderdaad dat niet per se een leidinggevende functie, maar wel een manier van presenteren waarbij dat wel erg naar voren moet komen. En dat is eigenlijk wat je vooral terugziet bij de presenteren als een leider training. Ja. Ja. Dat is een 3-daagse cursus van een halve dag. Dus okay. Dat kom je 3 keer terug hier. Die geef ik overigens niet. Die geeft Ian met heel veel passie en energie. En dat is ook wel leuk. Hij neemt ook heel veel van zijn kennis als ondernemer weer mee terug op de werkvloer. Dus dat is ook heel leuk om te zien. Ik denk dat daar ook echt wel heel veel matches plaatsvinden. Dat het echt goed overkomt. En ik denk ook dat dat een training is, net als de andere trainingen, waarbij het heel erg gaat om het kijken. Rust kunnen bewaren. Precies, precies. Ja, en zeker. Het niet spannend vinden om een pauze te laten vallen. Sterker nog, hou je rust, zet punten en las pauzes in. Ja, zeker, zeker. En het gaat echt natuurlijk ook wel om dat emotioneren, maar ook letterlijk ook hoe sta je daar. Ja. Het heeft zoveel te maken, ook echt in deze training, met wat doe je fysiek? Wat straal je uit? Ja. Je hebt nog niks gezegd, maar je komt een ruimte binnen. Hoe kom je die ruimte binnen? Ja. Hoe sta je voor dat publiek? Hoe durf je een team of collega's of medewerkers toe te spreken? Ik denk ook, het is heel anders als jij over straat loopt inderdaad en je hebt je dag even niet en je loopt voorover gebogen rechtdoor en je hoeft even niemand te zien. Of je kijkt met open blik iedereen aan. Dat is gewoon een heel andere vorm. En wat je uitstraalt, dat krijg je natuurlijk ook terug. Dus zo ook van je publiek. Klopt, klopt. En dat zeg ik ook altijd tegen iedereen die hier komt. Ik zeg, je hebt elke ochtend een keuze. Ja. Je hebt elke ochtend een keuze als je bed uitkomt van, letterlijk al de eerste stap is, hoe ga ik die dag beginnen? Ja. Is dat al direct in die piekermodus, in die staarmodus, in die tunnelmodus, waar je alleen maar onrust gaat ervaren? Of heb je vanaf het moment 1 eigenlijk direct al de regie zelf in handen van, ik kan ook op deze manier. We gaan het even anders doen. Anders doen, anders aanpakken. Ja, en ik zeg ook vaak, het is in de makkelijkste leerschool om te oefenen, gewoon bij je partner, thuis, tegen de kinderen, op je werk. Ja. Het is niet alleen maar als je voor een groep staat. Zeker. Maar ga nou eens op een andere manier praten. Ja. En ook wat ik heel erg belangrijk vind, is emotie. Dus het heeft ook veel raakvlak, hè, met het acteren, vind ik. Ja. Ja. Dus het, hoe kijk je, hoe is je mimiek? Mm-hmm. Is het allemaal een beetje vlak en hetzelfde? Of ben je wat meer uitgesproken? Ja, en dat komt dan ook weer inderdaad terug in je stemgebruik. Hè? Want wat je zelf al even net aankaart is van, heel veel mensen zijn gewoon gewend om heel vlak te praten. Terwijl als je inderdaad de serieuze dingen op een serieuze manier gaat vertellen en de dingen waar je super excited over bent op een totaal andere manier, dan wordt het veel makkelijker. Ja. Om ook meer die dynamische stem te gebruiken. En maar goed, dit zijn eigenlijk nog maar hele kleine tipjes van de sluier die je mag verwachten wanneer je hier komt. Maar dit zijn wel de 3 populairste trainingen bij Spreek. En ik hoop je zoiets meer duidelijkheid te hebben kunnen geven. En ook de mensen thuis. Ja, want we hebben nog een aantal meer trainingen uiteraard hier bij Spreek. En die willen we ook met jullie gaan bespreken. Dat gaan we in een andere video doen. Ja. Bijvoorbeeld de cameratraining. Ja. We hebben ook trainingen voor de jeugd, hè? Klopt, klopt. We hebben ook echt een hele specifieke tak nog voor mensen die stotteren. Dus dat is ook wel echt goed om te weten. Dus heb je een stotterprobleem,
dan is Spreek ook zeker het adres waar je, die jou wellicht kan helpen van jouw stotterprobleem. Maar ik denk dat we doorgaan naar de volgende video en daar verder op ingaan, Laurien. Dat gaan we zeker doen. Dus kijk vooral ook naar de andere video's mocht je interesse hebben in een van de andere trainingen. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken.